top dat jij weer kijkt naar deze nieuwste cultuurvlog. Mijn naam is Jip en ik sta hier in de Veluwe. En dan weet jullie misschien al, ik ben in de beeldentuin van het Krullenmullen Museum. En ik ga jullie vandaag alles vertellen over de fascinerende kunstenaar Cornelius Rogge. Ik zit hier voor het Tentenproject. Een kunstwerk wat Cornelius Rogge hier in 1975 heeft neergezet. En dus ook een van de eerste werken is die het museum heeft aangekocht. Tegenwoordig heeft de collectie van het Krullenmullen Museum veel meer werk van Cornelius Rogge. En ik kan jullie vertellen, het is een hele fascinerende kunstenaar. En vandaag ga ik een aantal werken met jullie bespreken. Ik begin hier buiten met het prachtige weer bij het Tentenproject. Wat echt imposant is. En daarna ga ik jullie mee naar binnen nemen. Het Tentenproject bestaat uit 6 tenten die verschillende vormen hebben. Je ziet een soort kegels, je ziet een soort piramidevorm. De tenten hebben geen ingang. Wat zich in het binnenste bevindt, blijft letterlijk duister. Rogge geeft ook geen verklaring of geen aanwijzingen wat er zich in het binnenste bevindt. Dat is juist aan jou als bezoeker om dat te bedenken. Rogge zoekt in zijn werk naar het duiden van de onverklaarbaarheid. En dat komt voort uit zijn milieu waarin hij is opgevoed. Hij is namelijk theosofisch opgevoed. Het idee dat alle religies voortkomen uit één algehele wijsheid. En hij wil jou als bezoeker eigenlijk meegeven dat je gewoon moet leven met onverklaarbare dingen en geheimen. En het bijzondere is, of kenmerkende aan zijn werk, is dat het vele fases heeft gekend. Dus zijn werk gaat letterlijk een aantal metamorfoses door. En die ga ik aan jullie laten zien. We gaan naar binnen. Zo, ik ben inmiddels binnen. En ik sta hier, misschien herkennen jullie het wel, tussen allerlei voorstudies en tekeningen rondom het Tentenproject, waar ik net buiten was. En vooral in deze tekeningen zie je wel heel goed hoe dat is geëvolueerd tot wat het nu uiteindelijk is geworden. Hier ook een soort, ja, ik denk dat dit papier-mâché is. Hier kan je overigens wel naar binnen kijken, heel spannend. Deze 3 ijzeren geometrische vormen heeft Cornelius Rogge cadeau gedaan aan het Krullenmullen toen het Tentenproject gerestaureerd werd. In 2011. En hij zegt, ze maken deel uit van een serie van verschillende ijzeren corsetten om stukken en flarden van het tentencomplex op te vangen. Nou, dat klopt denk ik wel. Ik zie hier natuurlijk de piramideachtige tent. Wat ik wel grappig vind, ik heb een boek gelezen over Cornelius Rogge en daarin wordt hij beschreven dat hij vertelt over zijn eigen werk alsof hij het beschrijft. Alsof hij een toeschouwer is die het meemaakt en het werk op zichzelf ontstaat zoals het moet ontstaan. En ik vind dat, ja, ook dit soort quotes die ik net voorlas, zie je dat ook heel erg terug. Hier toch ook wel een heel fascinerend object die Cornelius Rogge in 1968 maakte. Dit is een tafel, een soort bartafel, waar zwaardachtige objecten dwars doorheen zijn gestoken. En wat ik net buiten al vertelde, is dat zijn werk dus een soort metamorfose ondergaat, het evolueert. En dat zie je bijvoorbeeld hier terugkomen in, dit is net zo'n tafelblad, hoi, net zo'n tafelblad, maar die heeft eigenlijk de onafhankelijkheid verloren doordat de poot verdwenen is en is als het ware het blad tegen de muur aangehangen met de platgeslagen zwaardachtige objecten die je hier van de bovenkant ziet. En die metamorfose zie je ook wel heel goed, want hier zie je bijvoorbeeld een werk dat heet Ingesnoerd Vlak. En dit is dan weer zo'n tafel waar dan ook een ingesnoerde steen op te zien is. Dit is een enkel ingesnoerd vlak, maar dit is weer van een totaal ander materiaal gemaakt. Voor je gevoel heeft zo gewoon alles met elkaar te maken. En dan zie je hier een prachtige grote strijdwagen met een zwaard binnenin. Die ook gelijk weer gespiegeld wordt door het schilderij daarachter. Zoals we net zagen bij het Tentenproject, waarbij het binnenste duister bleef en unknown, zeg maar, voor de ontvanger, geeft deze wagen meteen zijn inhoud prijs. Maar verder dan dat geeft Cornelius Rogge eigenlijk geen uitleg. En dat kenmerkt zijn werk. Hij, dat heb ik nu wel ontdekt, al deze werken nodigen enorm uit tot fantaseren en je eigen interpretatie. En hij zegt ook, ik wil dat mensen verder denken dan alleen het uiterlijke vertoon of het uiterlijke kenmerk van wat je ziet. En dat doet het. Ik vind het een hele fascinerende kunstenaar. Ik vind ook alle quotes die ik heb gelezen heel poëtisch. En bijzonder om het werk zo hier bij elkaar te zien. Want dit overspant best wel een lange tijdsperiode. En toch zie je heel duidelijk, ook al zijn het hele verschillende dingen, dat het allemaal van Cornelius Rogge is. Goed, dit was
mijn vlog weer over Cornelius Rogge, bijzondere kunstenaar. De tentoonstelling is natuurlijk geopend. Check ook even of het museum open is. Kijk op de website van Krulle Müller. Daarvoor ook voor tickets en tijdslots. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En hoop ik jullie snel te zien bij een volgende cultuurvlog.